Ja, vertel mij eens, wat is nou het grote probleem van het parkeren hier, parkeerbeleid hier in het centrum Boksel? Nou, het is nu zo dat de gemeente natuurlijk een plan ontwikkeld heeft. Waarvan het grootste gebied eigenlijk vergunninghouders wordt. En ja, dat is toch eigenlijk 80% van het centrum was vergunninghouders. En dat vinden we toch wel problematisch. We vinden toch, Boksel is toch al nog steeds een kleine kerngemeente. En toch belangrijk dat mensen hier in het centrum moeten kunnen komen met auto's. We zijn hier niet om een demonstratie te houden, puur een statement te maken namens ondernemers en winkeliers en bewoners. Er is natuurlijk een plan op tafel gekomen namens de gemeente. En dat er hier iets moet gebeuren in Boksel, daar zijn we allemaal van bewust, echt. Maar we vinden nu toch wel dat er, het plan dat er nu ligt toch wel heel erg grootschalig is in wat parkeerbeleid betreft. Het probleem is volgens mij in Boksel niet zozeer dat je niet kunt parkeren, want de parkeergelegenheden die zijn er. Heeft er ook mee te maken dat wij eigenlijk als gemeentebestuur, maar ook ambtelijk proberen om eigenlijk alle plannen die er liggen op de een of andere manier toch in elkaar in te laten grijpen. En dat is eigenlijk wat hier op dit moment speelt. Over die plannen is veel te doen. We hebben ook altijd gezegd, in de communicatie naar buiten toe, daar heeft het in geschort. Dat heb ik vanaf het eerste moment eigenlijk gezegd. Ik heb ook altijd gezegd, dien met z'n allen zienswijze in. En wat u nu eigenlijk hier op een positieve manier doet, u dient eigenlijk op uw eigen manier een zienswijze in. U zegt eigenlijk met z'n allen, nou, een bron van zorg voor ons. De manier waarop het is uitgerold, de mate waarin het wordt uitgerold en de uitvoering. En u vraagt eigenlijk of we daar nog naar willen kijken. Ik kan wel zeggen van, nou, we zullen er nog naar kijken. Dan denkt u met z'n allen, nou, dan moeten we dan maar afwachten. Ik vind wel zo, signalen die de samenleving afgeeft, daar ben je als gemeentebestuur ook verantwoordelijk voor om daar iets mee te gaan doen. Natuurlijk, het plan ligt hier wat groot op tafel. Die mensen die de auto's hebben meegebracht, die zouden eigenlijk de auto's hier mogen parkeren op het terrein waar hier dus nu ligt. En dan gaan we eens kijken wat er dus gebeurt als al die auto's hier op komen staan. Wat vindt u nou van deze actie? Ja, ik kan iedere actie die in Boksel plaatsvindt, die kan ik wel waarderen. Destijds met het Schaligas was het iets drukker hier op de markt. Nog moet ik zeggen, van, ik vind de grote groep die is gekomen. Originele manier om het parkeerprobleem wat er dan zou zijn, om het op deze manier in kaart te brengen. En wat ik al eerder heb gezegd, van, nou, het is geen zienswijze de manier zoals die zou moeten zijn. Maar ik vind er wel één waar we zeggen, nou, de geluiden die hier klinken, die zullen we meenemen en kijken of het ergens toe leidt. Denk je dat het wat gaat opleveren, deze actie? Ik heb er weinig vertrouwen in. Het plan is al lang goedgekeurd door het college, dus in de marge zal misschien nog wel iets veranderen. Maar ik denk niet dat ze daar veel op toe zullen geven. En wij blijven met het probleem zitten dat de centrumbewoners moeten betalen voor de mensen van buiten het centrum die in het centrum willen parkeren omdat ze met de trein of weet ik wat dan. Dus het is de omgekeerde wereld, maar helaas. De actie is net beëindigd. Wat verwacht jij van de actie? Heel weinig. Heel weinig. Ik zeg al, mijn voorganger die zegt net al, de plannen zijn er nou van 95% door. Dus zou hier stadse manieren op na? Ze jagen de mensen uit Boksel weg. Dus als je in andere plaatsen de laatste weken in de krant leest, daar heffen ze de parkeervergunningen op. De winkeliers, de klanten komen terug naar de steden, waar ze parkeervergunningen opgeheven hebben. En hier doen ze het net andersom. Wat heeft voor jou dit protest opgeleverd? Niet veel. Je moet protesteren, maar ik zou erg op prijs stellen dat de mensen eens reëel gingen denken over dit parkeerbeleid. Dat ze precies goed inzien wat er aan de hand is.
Ga je naar Den Bosch of ga je naar Eindhoven, heb je voldoende parkeergarages. Zit je midden in de stad, is weliswaar betaald parkeer, daar heb ik ook niks tegen. Maar je hebt mogelijkheden. Hier worden geen mogelijkheden geschapen. Helemaal niet. We staan hier bij Helene van As, raadslid. Ja. Ik heb net een paar van die mensen die hier geprotesteerd hebben gesproken. En dan vraag ik van, wat denk je dat het gaat opleveren? En dan straalt dat niet heel veel vertrouwen uit. Wat ga jij doen om te zorgen dat er wat, echt wat gebeurt? Wij hebben tegengestemd. Wij waren tegen dit plan. Wat wij nu gaan doen, wij zijn natuurlijk voor en achter de schermen tegen. Wij gaan niet protesteren. Wij luisteren, we hebben hier echt geluisterd. Wat wij gaan doen, wij gaan natuurlijk voor en achter de schermen praten. Wij hebben zo'n gesprek. Daarnaast gaan wij natuurlijk in de raad, want het is een raadsbesluit geweest dat de wethouders zegt, jullie moeten het gaan uitvoeren. Gaan we natuurlijk met de raad, de raadsleden zijn we onder aan het praten, van hoe kunnen we dit proberen op te lossen. Denk je dat dit kan gaan slagen? Ja, denk het wel. En waarom denk je dat? Nou, omdat het duidelijk is dat er niet goed geluisterd is. Niet iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. Dingen waren al heel lang geleden in gang gezet. Dus mensen hadden niet in de gaten dat dat gebeurde. En 2012 is het natuurlijk begonnen. Ja, mensen zijn overvallen en dat kan niet. Wij hebben onze mond vol van burgerparticipatie. Mensen moeten meepraten, mensen moeten meedenken. Deze mensen willen meepraten. Dus laten we dan gewoon gaan luisteren en samen een goed integraal plan maken. Naast dat, wat is er dan iets misgegaan met de communicatie? Ja, dat denk ik wel. Als mensen overvallen zijn, als ze die brief op hun mat krijgen en ik heel vergunningen, hier bij mij in de straat raakt dat bij, dan zijn ze overvallen. En dan is er dus iets misgegaan met de communicatie.